Hey vrienden, ja vrienden, wat voor land leven we nou eigenlijk in dat Nederland? Wat is er aan de hand met Nederland? Want als je toch, kan je nog herinneren, in het midden in die coronacrisis, weet je het nog? Hoe vaak toen hebben we allemaal zo gestaan voor het zorgpersoneel, weet je nog? Heel Nederland stond, hop, we stonden allemaal te klappen. En weet ik veel, en er stonden we allemaal op het balkon. En we maakten allemaal muziek voor het zorgpersoneel. En we bedankten ze met een buiging. Daar kreeg je een hernia van. Dat hebben we allemaal gedaan toen. En alleen, toen heb ik al gezegd, ja, maar dat kan je wel doen, dat klappen. Maar daar schieten ze niks mee op. Nee, je moet ze ook af en toe eens even gewoon lekker betalen, die mensen. Die werken zich helemaal 6 slagen in de ronde. En dan moet je die mensen ook een goed salaris geven en noem het maar op. Dus het enige wat ze tot nu toe gedaan hebben, ze hebben die mensen dan een bonus beloofd van 1000... Ja, die komt er open aan. Ik sta hier in een restaurant. Kijk, de open, die komt met de wijnkaart. He? Is dat de Binja? Is dat de Lister de Binja? Kijk, dit is de, kijk eens even, jongens. Dat is de wijnkaart. Ja, ik ben. Ja, ja. Ik zit in een restaurant. Ja. Feestdag een beetje vandaag. 3 jaar geleden. Mevrouw ontmoet. Ja, dus. Hé, hey, ja. Maar goed, ik ga door over het zorgpersoneel. Nou, en eigenlijk. Eigenlijk is het zo, met het zorgpersoneel, die zitten nog steeds te wachten op hun bonus van 1000 euro. Die hebben ze nog steeds niet gehad, hè? Nee, nee. Dus wat gingen we dan doen? We gaan in de kamer, Tweede Kamer, ja. Daar gaan we eventjes met elkaar praten en er komt een motie. Hè? Ja, we gaan die mensen meer betalen. Hogere salaris. Eindelijk. Ja hoor, het moment is daar. Nou, en wat doet dan de coalitie, die kennelijk daar niet mee eens is? Hoe is het mogelijk dat je het daar niet mee eens bent? Ik bedoel, dat is al tot daar aan toe. En dan komt er een hoofdelijke stemming in die Tweede Kamer. En dan zeggen die mensen in die coalitie van de VVD en de CDA en de ChristenUnie en wie zitten er nog meer in. Die gaan naar huis. Die lopen weg. Zodat het niet kan. Dan kan je niet hoofdelijk stemmen, want dan heb je te weinig mensen. Jongen, jongen, jongen. Wat een volk is dat, zeg. Hoe kan dat nou? Ja, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Maar ik weet wel dat dat niet deugt. En waarom deugt het niet? Want die mensen van die zorg, die hebben zich helemaal toen te pletten gewerkt. En dat zit er voor hun eigenlijk weer aan te komen. En als wij straks in het ziekenhuis terechtkomen, jij en ik, dan zijn we zo gelukkig met die mensen uit de zorg. Dat we zijn we helemaal, dan zijn we niks. En nu komt het er even op aan om ze extra te betalen. En dan geeft gewoon die Kamer, maar eigenlijk geeft Nederland niet thuis. Dat is het. Hoe pijnlijk is dat? Heel erg pijnlijk. En daarom, sorry is gewoon niet genoeg. Sorry, je kan niet eens sorry zeggen tegen die mensen in de zorg. Nee, dat is gewoon niet genoeg. Want dat telt niet in dit geval. Het is gewoon dat wij, en ik ook, mensen in de zorg, we schamen ons diep.